Het Brugse Concertgebouw is een ontwerp van de Belgische architecten Paul Robrecht en Hilde Daam. Deze parel van hedendaagse architectuur sluit moeiteloos aan bij de historische Brugse binnenstad door de terracotta-gevels. Met de vele infrastructurele troeven profileert het Concertgebouw zich als een internationaal muziek- en podiumkunstencentrum dat zich richt op de disciplines muziek, muziektheater en hedendaagse dans. Minder bekend is dat het huis onderdak verleent aan een interessante verzameling actuele kunst. De werken uit de vaste collectie Actuele Kunst gaan een bijzondere dialoog aan met de bepalende architectuur en de schaal van het gebouw. Ze worden gekozen in functie van een bepaalde ruimte, met permanente integratie en een unieke symbiose als doel. Andere worden gecreëerd in opdracht van het huis, ter versterking van de artistieke uitwerking van een festival- of seizoensthema. En herinneren aan hoogtepunten uit de werkingsgeschiedenis van het cultuurhuis. Wandel mee langs de werken die u tijdens uw bezoek aan het Concertgebouw kunnen verrassen. Voor het Europese culturele hoofdstadjaar Brugge 2002 schreef Peter Verhelst het themagedicht Op een dag. Hij liet het woekeren tot een verhaal dat sinds 2002 op de stoelruggen van de concertzaal is te lezen. Deze literaire installatie vertelt over een stad waar, op een dag, een onvatbare invasie neerstrijkt die alle inwoners in vervoering brengt. Vanuit ons zitje kunnen we één of enkele tekstflarden lezen die de verbeelding voeden. Magnumfotograaf Karel de Keizer bracht in Before the Flood de Belgische kust in beeld. Haarscherpe details trekken de aandacht. Natuurelementen lijken wel te bewegen. Dit dynamisch effect zorgt voor een onheilspellende sfeer die duidt op de dreiging van het stijgende zeeniveau. Voor de plafonds in de hoogste foyers van het Concertgebouw inspireerde Paul Robrecht zich op het Philips-paviljoen voor Expo 58. In de nok van het Concertgebouw werd een ingenieus luidsprekersysteem geïnstalleerd met de klankinstallatie Poème Électronique van Edgar Varèse. De inleidende klankcompositie is van de Griekse architect en componist Yannis Xenakis. Klanken komen afwisselend uit verschillende hoeken op je af, waardoor ze zich lijken voor te bewegen en uit de architectuur zelf te lijken ontstaan. Van beneden in het atrium leiden betonconstructies de blik naar boven, waar een close-up van decoratief behangpapier, geprint op Japans zijdepapier en in hars gedrenkt, tegen de nok werd gekleefd. De wand lijkt het werk wel te hebben opgezogen. Als een muurschildering wordt het behangmotief een monumentaal ornament in een zo goed als ornamentloos gebouw. Met de reflectie van de flits benadrukt fotograaf Dirk Braakman dat zijn beelden onvermijdelijk subjectief zijn. Voor de computeranimatie Building inspireerde multimediakunstenares Anouk de Klerk zich op de lichtinval. In deze eigentijdse hommage aan het Concertgebouw en zijn architecten evolueren witte vlakken en lijnen tot lichtbundels. Ze tasten volumes af en maken concrete ruimtes zichtbaar vooraleer ze opnieuw verdwijnen. De soundtrack bij deze gemanipuleerde 3D-simulaties anticipeert op de evolutie van composities op het scherm. We eindigen de virtuele rondleiding met het begin. Toen de eerste steen van het Concertgebouw in 2000 op het plein voor de publieksingang werd ingeplant, ontstond de idee een collectie te vormen. De grote schijf functioneert als rustpunt en spil waar ontpassanten zich blijvend bewegen.